Voor de vijfde speeldag in het futsal was het vernieuwde rooi aardig volgelopen voor de komst van Real Noorderwijk. Deze derby maakt heel wat emoties los bij ieder die met een van de twee clubs een band heeft en zo kregen we een lekkere pot futsal te zien. We spelen 7 minuten wanneer het de thuisploeg is die op geniale wijze op voorsprong komt. Simpel ingestudeerde corner en Khaled knalt de 1-0 binnen. Exact een minuut later, wanneer Fashi de bal recupereert en op zijn beurt Hitu bedient, die Nese laat besluiten in de bovenhoek, het staat 2-0. Na 10 minuten staat FTA al op 5 fouten en dat geeft de bezoekers wat ademruimte. Atabi met de 2-1. Dan doen de Antwerpenaren het maar op klasse van Jawel Hitu, die het veld oversteekt en in de 17e minuut Antwerpen op 3-1 zet. Geen minuut later is er El Fashi die de 4-1 op het scorebord zet, al moet zijn Ronaldo-viering nog wel wat ingestudeerd worden. Antwerpen op kruissnelheid en met goals van Nese en opnieuw El Fashi gaan we rusten met een 6-1 score. De tweede helft was van heel andere koek en nu is het Real Noorderwijk dat de wedstrijd controleert en domineert en de Antwerpenaren zoek speelt. Hattak met de 6-2. Antwerpen kan dan nog wel prikken via Gedaoui en komt zo op 7-2 na 22 minuten, maar het is de ex-FTA-speler Ali Bouri die de wedstrijd terug leven inblaast. Het staat 7-3. Defensief loopt het niet meteen goed voor de thuisploeg en zo komt Real op 7-4. Een goal van Zerawali. We spelen ondertussen 26 minuten wanneer Real Noorderwijk op 7-5 weet te komen. Maar daar houdt het dan wel op. En FD Antwerpen weet nog de 8-5 te scoren. En zo behaalt het een mooie en verdiende zege. Al zal men met dit Real Noorderwijk toch stilaan rekening moeten houden indien ze spelen zoals in de tweede helft.